Hallo allemaal. Ik heb nog eens een fotoalbum gemaakt. Ik krijg heel vaak de vraag, maar hoe ziet het er dan uit met foto's erin? Dus ik ga hier eens eentje laten zien waar al foto's in zitten. Deze is niet gebaseerd op de handleiding die ik zelf heb gemaakt. Dit is iets dat ik eigenlijk gewoon gaandeweg wat in elkaar gestoken heb. Ik wou eens iets nieuw proberen, dus het ziet er wel anders uit. Maar om dus eens te laten zien hoe dat zo mooi papier samen met de foto's kan blenden. Ik heb een oude paperpad die ik nog liggen had gebruikt. Ik heb een album gemaakt voor de foto's van mijn zoons in communie. En het thema was daar bloemen en bijtjes. Dus ik vond die zonnebloemen wel heel mooi. En zo'n zonnebloem, dat kan toch ook nog iets stoer hebben voor een jongen. Dus het papier dat daarin zat, heb ik gebruikt. Ik heb van elk vel ongeveer eentje gebruikt. Dus je ziet dat ik nog heel veel over heb. Ook zo de kaartjes die erin zitten, heb ik wel erbij gebruikt. Ik heb zelfs niet alle papieren gebruikt die erin zitten. Voilà, voor zo een idee te geven. Dus, we gaan er eens in kijken, hè. Ja, ik kan een hoop uitleg geven bij die foto's, maar dat is niet zoveel, niet zoveel zin, hè. Dus ik heb wel elke foto, zoals je kunt zien, nog eens op een zwarte mat geplakt. Dat omdat de foto dan de papier er zo uitspringen. Als je papier wat drukker is en de foto is ook druk, dan is dat zo, gaat dat zo blenden. Dus om een beetje onderscheid te maken tussen de foto en het papier erachter, heb ik overal nog een zwart papiertje geplakt. Mijn basis is ook zwart. Je kunt ook zien dat ik deze keer een gigantische scheve album heb gemaakt. Nu goed, voor mij dient die even goed, maar dus het middenstuk heb ik, had een beetje meer zo geknikt moeten staan. Dus, maar het past er nog in, dus ik ben tevreden. Dus zo ziet het er wat uit met foto's erin. Gewoon ja, voor u een idee te geven. Sommige foto's heb ik wat geknipt. Er zijn ook plaatsen voor dingen achterin te steken. Ik heb nog nergens niks van teksten bijgeschreven. Dat komt nog wel. Zover was ik nog niet. Ook hier zitten weer matjes in verstopt. Met nog wat extra foto's die ik had van de versiering die in de kerk voorzien was. Ik vond dat wel leuk als aandenken om dat ook eraan toe te voegen. Ook hier. Voilà. Je ziet, het thema was bloemetjes en bijtjes. Dus ik vond dat wel heel mooi passen bij dit papier. En je ziet ook hier overal de zwarte mat erachter. Ik heb ergens in een klein folderje heb ik geen zwarte mat. Gewoon, ik dacht, dan kan ik het verschil ook eens laten zien tussen de zwarte mat erachter en waar niet. Ook hier weer een flap. Dus ik heb het toch zo'n klein beetje interactief gemaakt. Maar toch ook genoeg om de foto's te laten spreken. Er zitten ook magneetjes in om alles samen te houden. Hier zijn alle communicantjes in close-up. Toch een leuk aandenken voor hem later. Zo, en dan zitten we op de laatste pagina. En hierin ziet je dat ik geen mat erachter heb gehangen. Ik vind dat toch wel een verschil. Moest ik hier nu ook nog een zwarte achter gehangen hebben. Maar mijn papier was net op en ik dacht, voor die twee foto's ga ik nu geen extra blad aansnijden. Dat vond ik nu niet zo'n ramp. En ook hier heb ik nog een waterval voor zo wat foto's die ik nog over had. Dat hangt ook niet helemaal vol. Maar die heb ik nog zo wat op maat gesneden om hierin te passen. Voilà, ça. Dus dat was het eigenlijk. Een leuk aandenken voor hem later aan zijn communie. En nu hebben jullie eens gezien hoe dat zo'n album er kan uitzien. Met foto's erin.
Zo ziet het anders. Voilà. Ik hoop dat jullie ook eens aan de slag gaan, want je ziet hele leuke herinneringen. Kunt je zo opslaan. Dag!